Wie zich aan laat sluiten op de stadsverwarming in Almere moet betalen, maar de ene Almeerder betaalt daar veel meer voor dan de andere. Nou, die ongelijkheid moet maar eens snel een eind komen. Tenminste, dat vindt de SP. De partij stelt dat verschil vanavond aan de orde. Dat gebeurt dan tijdens de politieke markt. We praten erover met de fractievoorzitter van de SP. Dat is Hans Everaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kan dat nou dat die tarieven zo ongelijk zijn? Nou ja, dat is de vraag die wij natuurlijk ook aan het college hebben. Toen in 2002 de plannen waren om Almere Poort te bouwen, toen zouden ze daar een eigen warmtevoorziening krijgen middels een houtgestookte biocentrale. Maar dat bleek dat dat veel te duur zou uitpakken. Dat zou iets van 85 miljoen kosten, dus dat had nooit uitgekund. Dan zouden die aansluitingen nog vele malen duurder worden. Dus toen hebben ze uiteindelijk besloten in 2007 om daar een pijp door het IJmeer te leggen vanaf de Diemencentrale. En daarmee dus Poort te gaan verwarmen, maar ook de rest van Almere. Dus het is een beetje gek dat de warmte door dezelfde pijp komt, maar dat je wel een heel bijna een dubbel zo hoog tarief moet betalen. Dan heb je dus over de mensen in Poort. Die zijn duur uit. Ja, die zijn hartstikke duur uit. Ten opzichte, ja, van bijna twee keer zoveel. Ten opzichte van welke andere Almeerders? Ten opzichte van Almeerders in Noorderplassen-West en die in stad een aansluiting hebben. En de mensen die dus eventueel een stad waar inbreiding plaatsvindt, die zijn dus ook veel goedkoper uit dan de mensen in Poort. Oké, over wat voor bedragen hebben we het precies? Ja, dat is gek, zegt u. Over wat voor bedragen hebben we het? De aansluitingen in Noorderplassen-West, die zal nu tegen de 5000 euro kosten, denk ik, met het huidige prijspeil. En ik kreeg vorige week nog een mailtje van iemand uit Poort en die meldde mij dat hij inmiddels 8212 euro betaalt voor dezelfde aansluiting. Per jaar hebben we het dan over. Ja, maar dat zijn Dat is een eenmalig bedrag, hè, die aansluiting. De aansluiting. Oké, precies. De aansluiting is een eenmalig bedrag. Juist. En verder, je abonnement is dan ook zo ongelijk? Of als je je verbruik, bedoel ik? Nee, dat is allemaal vastgesteld ook. Dat is natuurlijk hetzelfde tarief. Maar het gaat puur om de aansluiting. Oh, de aansluiting, juist. Maar hoe zou je dat nou gelijk moeten trekken dan? Nou ja, door, ik neem aan, tenminste daar hoop ik vanavond antwoord op te krijgen van het college. Want die sluiten namens alle Almeerders een contract af met Vattenfall. Omdat je dat natuurlijk niet als individu kan doen. Dus ik verwacht van het college hopelijk dat zij kunnen heronderhandelen. En dat ze die tarieven dus naar beneden gaan bijstellen voor de mensen in Poort. Want het is natuurlijk niet te verklaren. Althans, ik kan het niet verklaren. Nee, nee. Ik ben benieuwd ook naar de uitleg van het college. Welke verklaring zij hebben. En als inmiddels de omstandigheden zijn veranderd, dan moeten die tarieven dus naar beneden bijgesteld worden voor de mensen in Poort. Ja, dan zegt Vattenfall, ja, leuk gemeente dat u erover begint, maar dat bepalen wij nog altijd en we laten het hierbij. Nou ja, dan moeten we kijken wat er verder in de mogelijkheden van de gemeente is om hier iets aan te doen. Maar ja, deze ongelijkheid op deze manier kan in mijn ogen, en ik hoop dat de rest van de raad daar ook dat vindt, kan wat ons betreft niet blijven voorbestaan. Want ik zie geen enkele reden waarom dat zo is. Ja. En waarom dat zo moet blijven. Ja, want de warmte nogmaals, die komt door dezelfde pijp. Ja, dat begrijp ik. Maar nu zegt u in een bijzin, ik hoop dat de rest van de raad dat ook zo ziet. Heeft u andere partijen al gevraagd steun mee vanavond? Of ziet u dat vanavond wel? Dat zie ik vanavond wel. Ik heb wel een reactie gehad van de Partij voor de Dieren. En die zijn het, voor zover ik het eruit heb kunnen destilleren, zijn het met ons eens. Oké. Nou heb je landelijk die sportjes, hè, van de SP. En dan wordt er gezegd door Marijnissen van, laten we die energiebedrijven nationaliseren. Is dat toeval waar u nu mee komt en die sportjes? Nee, dat had ik zelf ook al bedacht. Het is wel een heel prettige toekomst dat het samenvalt. Ah, jullie bellen toch gewoon met elkaar. Grappig. Maar daar zit geen vooropgezet bedoeling achter. Nee. Dat is puur toeval. Okay. Hans Everaert van de SP in Almere. Dank voor deze vooruitblik.